wie gaat hier als eerste boven komen? Komen ze wel! Zeg Erik Dijkstra, hè, dat omhoog schaatsen, dat loopt allemaal redelijk vlekkeloos. Maar belangrijk, heel belangrijk, misschien wel super allerbelangrijkst, deelnemers. Deelnemers, ja, want we hebben een heleboel. We hebben een berg, we hebben een pak, we hebben een schaats, we hebben een evenementenbureau, we hebben een locatie, datum. We hebben alles erop en eraan. Kijk eens wat ik hier heb. De officiële deelnemerslijst voor het Open NK Omhoogschaatsen. Ik kijk eens wat ik hier heb. Een zwarte viltstift. En daarmee moeten de namen en de handtekeningen geplaatst worden. En dan komt het allemaal dik in orde. Excuse me. Sorry, maar we hebben een vraag. Hello, can we ask you something? What? Yes, of course. We are organizing the first national championship uphill skating. Uphill skating. With this one? Yes. Okay. And do you want to participate? Okay. Sign up your name over here. Oh. It will be on the 19th of March here in the Netherlands. In Drenthe. We are organizing national championship uphill skating. Here. Skating up skating the mountain. Up mountain. Staat hij even, ja. What, in the mountain? In the mountain. Wat praat ik er niet in voor jou? See, ja. Uphill in the mountain. You know what I mean? On a mountain. Like in the Tour de France. Tour de France? Dan lijkt de Tour de France. Tour de France on uphill. Dan stand dus wij zouden willen vragen of hij zich ook in wil schrijven. Hier is zijn naam en zijn handtekening. En je bedoelt er geen zo uit? Of Maartje? Het is een trajetski van 300 meter. Bob de Jong doet al mee. Mark Tuiten doet al mee. Lotte van Beek doet al mee. We hebben ook, ik weet niet hoeveel deelnemers. Er wordt gewone ijs of kunstijs? Ja, er zijn dus ijs. Er wordt ijs aangelegd. Met rubber matten en daar wordt ijslaagje overheen. Gewoon net als hier, hè? Ja. Ja. En de winnaar die mag een jaar lang in de bolletjespak staan. Snelheid maken, Kulusnikov, 93,98. Wauw, hij doet het. De eerste man onder de 34 seconden. Hartstikke goed. Thanks a lot. We zien je 19 maart. Good luck. Good luck. Ik heb prima, dat is... Dat is gewoon de snelste man ter wereld. De snelste man ter wereld. You see this? Ja. Yeah. With the red nipples. With the red dots. No problem. Thank you. Ik moet er wel zeggen, jij spreekt aardig mooi Chinees. Ja! Red nipples. Would you like to sign? Yeah. Okay. I'm not sure that I will be there, but, no, but if I'm free, why not? Thank you very much. We'll see you in March. If I will be free, you will be there. I will be there. And otherwise, you will be there and we'll drink something. Okay. Sambuca? And the beer. It's always good to have your name on the list. Thank you so much. So with a little luck, you will be the Marco Pantanis of speed skating. This is your chance to become the Finokourov of speed skating. Yes. That's a very difficult situation with a budget in my country. I can understand. But if we talk to the president of Kazakhstan, the beautiful country of Kazakhstan, we'll arrange some money, you come over and you will be skating uphill for your country. Ja, goed hè? Het gaat allemaal dikke prima. Thanks. Ik weet nog niet wie het is, maar het is altijd goed om een kazak erbij te hebben, zeg ik altijd maar. Ja, Erik Dijkstra, ik zou je eerlijk zeggen, ik vond dit echt een prima dag. Ja, kijk eens even, prachtige buitenlandse deelnemers voor het eerste Open NK omhoogschaatsen. Fabrice, en niet te vergeten, Pavel Kulisnikov, de snelste man op aarde. Ik heb trouwens zitten kijken, op ons YouTube kanaaltje hebben we nu zo'n 1000 abonneetjes. 1000? Ja. Dan kan ik vanavond zomaar even 20 bier op proosten. Frank, even blij, dat kun jij iedere avond wel. Ik vind het nog niet zo heel erg veel, 1000. 1000? Je zou ze op de koffie hebben of een hand moeten geven. Ja, dat zijn altijd van die uitspraken. Het zijn hartstikke leuke dingen te zien. Ja. Kan maar veel meer. Ik zou zeggen, mensen, abonneer je op ons YouTube-kanaal. Ja, of probeer ons te bereiken via de standaard social media kanalen zoals Facebook, Instagram en Twitter. Volgende week voorlopig de laatste bureausportonderzoek. Maar wij gaan natuurlijk gewoon door online. En weet je wat we nou doen? Een glaasje gluwijn. Oh, lekker zeg.